Wordt de slinger. Kun je nog meer inschakelen? Op de 85-2, Bart, maar... Ik denk, je wacht even, maar ik hoor niks, hè. Nou, het is er maar één. Doe maar. Hey, goedemiddag, de slinger op deze... Dan weer zonnige, dan weer witte tweede paasdag, hè. Net een bak hagel naar beneden gekomen hier. Het was eventjes even kort wit hier, hè. Nou, zit hier even wat met het audio gebeuren te klooien. De klootzakken. De kutten. Maar, kom maar aan. Even lopen ook hier, Bart. Het is wat of 20, hè. 21,4 watt om precies te zijn. Dus het zal niet super hard daar binnenkomen, maar... Zo voor de zondagmiddag. Ah, je bent hier 9 plus 20. Dus je hoeft hem echt niet uit te richten. Je zal wel richting het oosten zijn of zo, maar... Dan wordt het 40 over 9, maar dit is hard genoeg, hè. Dit is op de ronde die polen uiteindelijk, voor de 3 meter eigenlijk. Plus minus 10 meter hoog. Nou, ik weet niet wie er nog meer op deze bench is altijd net, maar... Ik hoor hier niks, hè. Ik hoor alleen Bart. En ik heb daar geen op- of aanmerkingen over, hè. We houden dus natuurlijk nog steeds het oude cassettedek daar zo. Ja, je moet toch eens wat met de tijd meegaan, amateur, hè? Nee. Zeg, Als de wind niets meer waait, als de haan in de morgen zijn lied niet... Hey, goedemiddag, amateur. Hey, jij blijft lekker je bandjes draaien, hoor. Dat moet je lang blijven doen, Bart, hè? Dat willen we niet missen aan de band, hè? Ja. Goed zo. Altijd weer een beetje, toch een beetje alternatieve muziek die het draait. En, niet alternatief in die zin dat het anders is, maar van lang geleden. Een beetje de nostalgie muziek en dat mag op bandjes. Hè. Dat moet op bandjes. Hè. Ik weet nog goed, Bart, in mijn jeugd, in mijn jonge jaren, toen zat ik, volgens mij was het elke zondag of zaterdagavond, dat weet ik niet meer. Had je een programma op de radio, dat heette Tombola. En toen zat ik elk weekend achter de radio van mijn vader met bandjes op te nemen. Leuk weekend. Elke zondag. En ja, hoe oud was ik misschien? Ja, of 10, 12, 13, weet ik veel. Voor mij is dat Tombola, dat programma. Ja. Maar goed, toch een jaar of 20 geleden alle bandjes hier in de container gemieterd, hè. En een jaar of 4, 5 geleden alle LP's weggegeven. Ja, het is een beetje over, hè. En het komt eigenlijk weer terug, maar ja. Nou, valt me niks tegen, hè. 20 groot zei je, S9 op het groenstraalantennetje. Ik zeg het, er staat 20 watt aan op het ogenblik. En ja, wel jouw kant op. Ik heb wel een beetje bijgedraaid nog daarnet. Ik stond net richting het noordoosten en nu zou ik richting Lopikken. Dus dat scheelt wel een stukje, hè. Ja, hier Rotterdam-Zuid is het. Daar staan ook wat stations. Die zitten in de buurt van de Waalhaventoren en die hebben ook wat last. Maar over het algemeen valt het best wel mee, hè. Als je er een beetje moeite voor doet dan, qua ontvangst, dan kun je het aardig wegfilteren. Dat in tegenstelling tot een autoradio die er langs rijdt. Dan gaat alles plat, hè. Ik zit er dagelijks in de buurt en als ik met de auto langs rijd, dan ontvang je even niks, hè. Of een heleboel tegelijk op alle... Nou, je steekt wel vangen vanaf deze kant, hè. Ook niks van te missen, de slinger, hè. Heel even retour aan de band, de zender, retouren van jou en... Dat allemaal vanaf 4000, hè. De slinger, hè.
Jongen, even vier momentje even gedraaid voor je, dus komt hier ook lekker binnenstuiter, hè? Dus net nog geen 40 dB, maar het is in ieder geval ja, perfect, hè? Slinger, Juf van de Tour aan de band, de zender, Rieturen vanaf Voorthuizen en steek ontvangen vanaf deze kant. Met een 39 dB afstemming hier al en is ook goed de slinger, hè. De antenne staat hier momenteel ook maar op een metertje of 6 en de andere staat op een metertje of 8, hè. Dus momenteel met een wattje of 100 uit Elit. De stuurzender, hè, dus met een Elit stuurzender van 100 watt. Ik ben wel blij dat het ook Sial op de zijkant arriveerde, hè. Want dat geeft ons kracht en levensmoed. La 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 de slinger schakel maar een seconde of 4-5 hier voor het plugwerk. Klassieke muziek in de kluisje op jouw verpets. Bijzonder goedemiddag amateurs. En we kijken maar eens eventjes. Hè. Als ik wel zinnetje returnen vanaf 4000 en kluisje in ieder geval met 5 seconden. Steek ontvangen uiteraard weer en ook weer niks van te missen. In de piek zelfs 40 dB gezien, dus maar niet verkeerd, hè. Een beetje een zware meter, dus het is niet een lichte meter, hè. Dus nogmaals, bijzondere goedemiddag, de slinger vanaf het mooie zuiden zou ik zeggen, hè, maar okay, nou, niet helemaal als zuiden, hè, die kant op, hè, maar. Als ik het zo bekijk, dan zouden we zelf ook naar het zuiden moeten gaan, hè, met het weer, hè, maar. Nog eenmaal zoekt hij Maria haar mond en roept het geluk dat hij wel vond. Dina, Dina. Goed, in ieder geval de slinger in ieder geval bedankt voor het gewachte rapportskerel en voor het uitkomen. In ieder geval is zeer blij dat het zinnetje werkt, hè. Wir trafen uns in Sonnenschein. Ze doen de slinger, hè. En als het goed is hadden we bij elkaar wel eens een keer gesproken, hè. Maar dat is al een hele tijd geleden, hè. Oh, er ging veel te snel voorbij, es kan die Abschied voor. Goed, we gaan hier al eventjes hier, even de zwarte goud eens eventjes in een kommetje gooien. En, dat is ook wel lekker, hè. In ieder geval de slinger, bedankt voor het gemaakte rapport, kerel. Ik zou zeggen, ja, hopelijk tot de volgende doorgang maar weer. En spreken we elkaar wel weer, hè. En anders is het sloes, hè. Ze doen de, hè. Nou, hou er ook weer mee op, hè, want... Het is ook weer lang genoeg geweest vandaag, hè, in de studio, hè. Ze doen de, hè. Ja, ja. En dat is wel bijna ruisvrij stereo, hè. Dus prima signaal. Nou, hier is ook niks veranderd, Wim. Dus alles nog steeds bij het oude. 6 elementsantennen, 25 meter hoogte. En ontvangen wordt op een STR Play. En STR Uno software erbij. Ja, schijnbaar toch een weinig obstakels. Gemaakt. Zo,
Ze zwemmen. Bedankt voor de verbinding. Succes met de hobby daar aan die kant. Succes met de verdere verbindingen vanavond. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer. Hè. Dit was Atlantis vanuit Dinxperlo naar Achterhoek. En ik ga nog eenmaal luisteren. 0 seconden voor de plug. En de muziek is afgelopen. Ik zou zeggen, schakel maar in. Hè. Ik wens jou een hele fijne avond nog verder. En succes met de verdere verbindingen. De pionier uit Rotterdam ook gehoord en de zoon hier leiden, dus wie weet kan me die ook wel retour zo meteen voor je. Voor mij hoorde ik ook de action uit Stellendam inschakelen. Dus er zit genoeg aan de band, hè, in ieder geval. Goed, Gerrit, bedankt voor het kuurzo. Tot de volgende keer weer. En succes met de hobby. Dag hoor. Was het Delta Lloyd vanuit Spijkenisse. Ik huur zo met de Atlantis vanuit Dinxperlo en gaat over op ontvangst. Het zo was zo. Oktober. 40 dB, hè? De SWR uit Rotterdam. Ik weet niet eens of ik helemaal goed gericht sta. Ik denk wel dat ik aardig goed sta trouwens. Ik heb het nieuwe kanon in stelling gebracht. Richting het Rotterdamse, hè? Dus ik ben wel benieuwd hoe het daar binnenkomt, amateur, de SWR-radio. Attentie, de SWR vanaf Rotterdam. Dit is Atlantis vanuit Dinxperlo naar Achterhoek. En die roept en vraagt om verbinding. Kijken natuurlijk op de 84-9, hè? Ja. Atlantis, schakel maar in. Goedenavond. Komt ie al, hè? Van die astma-figuren, weet je wel, dat is ja. Bijzondere goede avond. Mocht u dit meekrijgen, er is Sportivo vanaf Zwijndrecht, nabij Dordrecht. Verbinding. Te draaien, denk ik. Handig gedraaid, dus ik hoop dat het iets beter is geworden nog. Attentie de Bart, de slinger vanaf Loopikkerwaard. Goedenavond. Ik heb een wagen volgeladen en mijn teen weer volgedaan. En mijn oliepeil bekeken, want ik moet weer op de baan. En dan naar huis mee. Attentie de slinger
vanaf Lopikerwaard. Een bijzondere een goede avond, amateur. Er is Sportivo vanaf Zwijndrecht. Even retouren. Signaaltje prima meegekregen. Geen enkel probleem. Het is gewoon een knetteruit signaal. 40 dB. Hè? Ongelooflijk. 40 dB. Moet ze mee van afscheid te gaan nemen. Een laatste goed, een kus en dan de tekst. Die kant. Van deze kant een wattje of... Ja, wat zal het zijn? Een wattje of 85 op dit moment. Wattje 85 in de vier elements, een grofie antenne. Ik heb mijn wagen volgeladen en mijn tank weer volgedaan. En mijn oliepeil bekeken, want ik... En die heb ik vanmiddag even op het dak gezet, hè, ja. En ik ben blij dat het werkt, jong. Grandioos. Nemen, een laatste tot een kus en dan de tegen aan. Goed, Bart, slinger. Signaal prima meegekregen. 40 dB in mono. Klonk allemaal uit de kunst. Geen enkel probleem, hè. Ik heb de antenne even bijgedraaid richting... ja, wat zal die staan? Richting... Ja, richting Noord vanaf Zwijndrecht. Dus als het goed is, moet het nog een stukje beter zijn. Want hij stond richting Europoort, richting Hoek van Holland. En dat is volgens mij de zijkant naar jou toe, hè. Kijk, ik kijk trouwens altijd die filmpjes op YouTube, hè. Dus ik zou zeggen, ja, leuk joh, ga ze door. Ik heb mezelf ook al een paar keer teruggehoord. Toen zijn te duur. Op het dashboard een kan koffie, ja, die ligt er al van thuis. Goed, Bart de Slinger vanaf Lopikerwaard. Er is Sportivo vanaf Zwijndrecht. Ik ga eens even luisteren op jouw frequentie. Signaaltje nu binnenkomt, nu de antenne is bijgedraaid richting Noord. Nogmaals, een nieuwe antenne. Vier elements staat hier op een meter of 12 hoog. En het vermogen is een wattje of 85 op dit moment. Nogmaals, je was hier 40 dB. Knetteruit signaal vanaf de Lopikerwaard. Dat ging uit de grote kunst, hè. Is toch lang gast, want er wordt op hem gewacht. Ik zal gelijk even vertellen waarmee er aan deze kant gewerkt wordt. Dat is een zelfbouw stuurzennetje van een wat of... nou, wat zou die leveren? 0,8 watt, denk ik. En dat gaat ook een zelfbouw eindtrap in. De MRF 101. En die levert op dit moment een watt of 85. Dat kraakt een beetje, dit. En dat gaat een meter of 25 coax door de antenne in. En dat is de vier elements vanuit Friesland. De raast langs de wegen, de andere mensen liggen op één oor. En komt die... Muziek is afkomstig uit de PC, gaat in een mengpaneeltje een andere PC in en die maakt er stereo van en die voegt de RDS toe. Hè. Bart, een goede avond. Ik ga even op jouw frequentie luisteren. Even zeer benieuwd hoe het signaaltje binnenkomt nu. Nu dan goed staat uitgericht jouw kant op. Graag even 10 seconden. Ben ik helemaal standby. Ga je gang. Waard, alles prima meegekregen aan deze kant. Je signaal is in de piek 42 dB. Echt
beachtelijk knetterhard, 42 dB. In vergelijking, ik geloof dat Radio 2 is 61 of zo, dus kan je nagaan. Hè? Ik heb eigenlijk nog geen amateurs gehoord die zo hard zijn als jij. Ja, misschien de SWR vanaf Rotterdam. Maar ja, goed, die zit ook een stuk dichterbij. Hè? Dus de goofies die werken prima, joh. Ja, uit de grote kunst. Nou, je bent mijn tweede verbinding met deze antenne. De eerste was Peter de Mexico vanaf Spijkenisse. Die was speciaal even in de lucht gekomen voor mij om even te vergelijken hoe het binnenkwam. Goed, hartstikke blij met het rapport. Ja, ik neem aan dat het 9 plus 20 dB is dan. Van S7 naar 9 plus 20. Volgens mij zit jij met een communicatieontvanger, hè? Nou, ik heb vanmiddag ook nog even lopen tobben met de aansluiting, want er zit een PL-plug op. Tenminste, op mijn coax. En die was een beetje te groot en die kwam precies tegen de moer van mijn masklem aan. Dus ik heb even de Haakse slijper gepakt en even grof geweld toegepast. En even wat platter gemaakt en toen ging die er prima op. Hè? Ja, gelukkig. Maar ik ben zeer tevreden met de resultaten tot nu toe. Dus ja, het werkt goed. Ja. Goed Bart, ik denk dat wij een beetje uit dezelfde tijd komen, want ik ben vroeger ook altijd actief geweest op 3 meter. En dan praat ik over 1979 tot, 1983. Ook onder dezelfde naam, Sportivo, maar toen vanaf Ridderkerk. We begonnen met buizenzenders, de ECC82 heb ik nog gebouwd. En de QQ0312, dat werkt ook altijd wel leuk, ja. Alleen de optatus die je ervan krijgt, dat was wat minder, hè. Steven in de gaten gehad. Ik heb ook mijn kamer wel eens vol rook gezet. Kon ik een week niet in mijn kamer slapen. Dat was ook een dingetje. Goed, de Bart vanaf Lopikkerwaard te slingen. In ieder geval even bedankt voor de verbinding. En voor het retourkomen. Ik hoor je ongetwijfeld nog wel een keer met zo'n signaal. Kan niet missen, 42 erbij, niet te geloven. Bart, ik wens jou een prettige avond. En nog een fijn weekend. Volgens mij zijn er morgen wat meer condities, hè? Dus als je even tijd hebt. Goed, de slinger. Bedankt en graag tot een volgend maal. Dit was Sportivo vanaf Zwijndrecht. Even over en uit met de slinger vanaf Lopikkerwaard. Antenne ronde dipool. Vroeger voor de 3 meter gebruikt. Maar wie is dit? Dan zing jij het lied van hand in hand. Een slagslag in twee. Goedemorgen, Harry.
Weg te krijgen. Ja, ja. Groet de Echo Tango. Nou, ben je ontvangen hier. Tjoe, 9 plus 10. Zo'n beetje, een klein beetje veding af en toe. Maar dik over de S9. Dat is prima, meneer. En... Meteen is aan de zeg met de 8. Ook al lekker. Ik ben Zometeen richting Zuidwest-Nederland, momenteel. Dus even zendetje actief vanaf de Veluwe. In een bruin café. En Rutten vraagt dus om verbindingen en rapportjes in richting Zuidwest-Nederland. Zaten wij met z'n tweeën te praten. Jij weer. Stem mij, een goede ochtend. Kleine Eva. Gezellig, hè? Goedemorgen, even de zender actief, CQ de actief, vanaf de Veluwe. Goedemorgen, ben ik weer retour. De Radio Synthesizer. Vanuit Maasluis, nabij Rotterdam. En ik heb u weer prima meegekregen. Ik heb even een kleine bandopname gemaakt van de spraak en de muziek. En komt hier lekker binnen zetten. Hè? Goed, nou, ik ben er weer blij mee. Dat in ieder geval daar weer ontvangen wordt. Ik hoorde u gisteravond ook nog even aan de frequentie met diverse stationnetjes. Maar ik kan u weer prima meekrijgen. Dus een... dikke SS hier op de externe meter. Het loopt af en toe ook ietsje op, ook af en toe ietsje terug. Maar het blijft prima verstaanbaar hier. Hè? Dus nogmaals, stationnetje actief vanaf de Veluwe. Prima signaal hier, locatie Maasluis nabij Rotterdam. Even aan het testen.
Amateurs aan de 3,5. Dit is de Sony uit Leiden, ook de 85.8 gehoord. Ik weet niet precies wie dat was. Een goede morgen. Amateurs aan de 3,5. Ik ga ze even uitluisteren hier tussen de 84 en 88.5. Dit is de... Ik luister aan. Hoi. Er is een verbinding. Rustig, er zit niks op, dus... Heel apart wat, hè? Ik heb je wel eens vaker gehoord met het laag vermogen. Amateur. Volgens mij ook op die rolstraler, hè? Ja, dat klopt. Heel vreemd. Ja, het is lekker weer buiten, joh. Je ziet ook bloed uit hier in de tuin. Hè? Precies, de zon zat de pal op, hè. Die staat, hè. Nou, de deuren staan hier gewoon lekker open, hoor. Koud, hoor. Maar, ja. Hey, ik hoor het helaas niet, hè. Ik zou jouw kant op kijken, Bart, wat het was het donker, hè? Dus ik denk dat het ook zo afgelopen is, denk ik. Het was echt donker. Ja, ik hoorde jou gisteravond volgens mij ook, hè? Zat je ook met... ik weet niet waar jij stond, van de kant uit in ieder geval, hè? Ik hoorde je gisteravond nog, amateur. De Bart, de slingerman, hè? Ook wel veel lekkere muziek zo, hè? Die, wat is het nou? No Fire. Hey Bart, eet smakelijk. Wij spreken elkaar vanmiddag op zo'n level, joh. Ik luister nog een keertje uit richting Zuid-Zuidwest-Nederland. Dus vanaf Utrecht, de Delta Lima, ik hoor het allemaal wel, joh. Bart, de groetjes. Eet smakelijk. Wij horen elkaar. Hoi hoi. Andere amateurs richting Zuid-Zuidwest. Dus